En ik dacht, misschien is het aardig als je eerst een stukje voorleest om een beetje in de sfeer te komen. En ik dacht misschien een stukje over Nouri. Ach, ja, helemaal. Nouri, een stukje. Nou, doe, kijk maar even. Oké. Okay. Weet u weer dat verhaal van Nouri, die jonge speler die in de knop gebroken op het veld ineens stortte en een hele nasleep en eigenlijk verschrikkelijk. Ik combineer in juli 2017 twee trainingskampen. Rick Karsdorp is net ingelijfd in, door Roma. Die club bivakkeert in de Alpen en ik heb een afspraak. We hebben zojuist Oostenrijk verlaten waar ik 4 dagen in het spoor van Ajax ben geweest. De ploeg van de nieuwe coach Keizer trainde hard in de ijle lucht van Meyerhoven Veldhard, vond ik. Steeds weer zag ik voetballers met de tong op de voetbalschoenen hun fiets opstappen en in rollator tempo van het hotel naar het trainingscentrum Hypach rijden. Gaat het nog een beetje, Hakim? Riep ik vanuit de rijdende auto. Een beetje, reageerde Ziyech. Dan heb ik het een beetje over hoe dat gaat bij Ajax. Dan ga ik naar Karsdorp, maar ergens in de Italiaanse Alpen rinkelt die middag de telefoon. Waar ben jij, Joep? Vraagt Hilversum. Nouri is ingestort tijdens een wedstrijd. Hoe ver is dat terugrijden? Nou, dat wordt dan een dollemansrit. Haarspelbochten en zo. De broodjes ayasalaat van mijn cameraman Steven liggen op de vloer van de wagen weg te rotten. We bereiken Innsbruck wanneer de Ajax-selectie al in het vliegtuig zit. Ik hoor de motoren ronken. Hoe laat ben je daar nou? We hebben niet veel tijd meer. Het is de 5e keer in een kwartier dat de persvoorlichter van Ajax mij een bericht stuurt. Ik laat Steven terug, zei. Hij zegt dat het toestel nog 10 minuten kan tegenhouden, langer niet. Dan tref ik enkele zwaar aangeslagen Ajaxiden op een doodstille luchthaven. Ik geef Van der Sar een hand en stel hem feitelijke vragen over de gezondheidssituatie van Abdelhak Nouri. 1 keer stoppen we het gesprek en doen het opnieuw. Want de woorden van Van der Sar die missen een bepaalde toon. Dan stuur ik het allemaal door en dan ga ik nog even... Zal ik nog een stukje verder? Iets heel raars gebeurde daarna, een paar dagen later. Het drama krijgt vervolgens iedere dag meer in gezicht. Zelfs als een paar dagen na Oostenrijk de Ajax-selectie op huisbezoek gaat bij de familie van Nouri in het Amsterdamse Geuzeveld. Het zijn hartverscheurende beelden. Zelf zit ik dan ergens in een café aan de andere kant van het land een uitsmijter te eten die ik koud laat worden omdat ik op Radio 1 moet vertellen dat de situatie rond de gezondheid van Nouri dermate ernstig is dat herstel onmogelijk is. En samen met iemand anders houden we daarop volgende jaar regelmatig contact met de familie. Schoenen uit, luisteren naar zijn vader en broers. En eerst zonder, maar uiteindelijk met camera, maak ik een zorgvuldige 25 minuten voor tv. Op een bank in de huiskamer zit ik tussen de familie in en boven is de slaapkamer van Abdelhak nog even intact als de dag dat hij bij Ajax werd verwacht om mee te gaan op trainingskamp naar Oostenrijk. Dat is inmiddels al 14 maanden geleden. De familie is tevreden met het tv-verhaal en hoopt dat deze reportage genoeg is voor alles en iedereen. Men wil rust. En dan gebeurt er nog wat. Joep, ik hoor dat Nouri dood is. Belt een collega van de 4e verdieping. Van wie weet je dat? Een echt duidelijk antwoord blijft uit. Dat is dan een dilemma. Dan app ik de broer van Abdelhak maar weer. Met de vraag of zijn broertje is overleden. Nee, reageert Abdarin onmiddellijk. Eén van de verhalen, Rob. Ja, ik weet het. Nou ja, dat is... hoe is het nu met die jongen? Er is nooit meer iets veranderd, toch wel? Heb je nog contact met die mensen? Nou, we hebben wel hier en daar een beetje contact. Hij woont in de buurt van zijn ouders. Hij wordt verzorgd, 24/7. Het is wel ongelooflijk hoe veel zorg die familie voor Abdelhak heeft. Ja. En men zegt dat er contact is. Men zegt dat als iemand de kamer binnenkomt, dat Abdelhak dan bijvoorbeeld zijn ogen knippert. Mm. Zoiets. Ik weet niet of dat het reëel is, Rob, of dat hoe noem je dat? Wishful thinking. Wishful thinking, ja. Is. Wat in ieder geval wel heel ontroerend is, is de enorme zorg, 24/7. Hè? Dus 24 uur zijn ze bij die jongen. Het is een heel lastig, moeilijk verhaal. Hè? Voordat we verder gaan over je boek. Ja, we weten niet zoveel van jou. We kennen je van televisie. Dat zijn dan, dan zie je de ramen opengaan en dan wordt er een vraag gesteld. Ja. Dat ben jij. Maar ik las ergens dat je voordat je journalist werd, want dat vind je jezelf niet,
deed jij onderwijs met moeilijk opvoedbare kinderen. Kun je daar eens wat over vertellen? Nou, dat was, je hebt in Breda in de Bossen, heb je, en dat heb je hier in Utrecht ook natuurlijk, een school voor kinderpsychiatrie. Kinderen met kinderpsychiatrische stoornissen of problemen. De stoornissen zijn dan ja, autisme, ADHD in dat opzicht. En problemen, bijvoorbeeld neurose. Hè? Ik heb bijvoorbeeld een meisje dat 3 stappen vooruit deed en 2 achteruit. En ja, dat was gewoon heel fijn werk. Had je 10 kinderen overdag en die waren dan bij mij. En dat is een hele andere wereld dan de televisiewereld. Dat zou ik zeggen. Maar had je daar wel een opleiding voor? Ja, want ik heb de PAVO gedaan en een aantekening kinderpsychiatrie. Ja, dus dat is eigenlijk gewoon... Het is misschien wel leuk om even te zeggen, Rob, dat mij later is opgevallen dat bijvoorbeeld Guus Hiddink of Van Gaal, die waren leraren lichamelijke opvoeding. Mm-hmm. Ik heb toch het idee dat als je vroeger een onderwijsopleiding hebt gedaan, dat je daar later wel... ja, je moet dan om kunnen gaan met kinderen, hè, met mensen. Dus nou, dat denk ik wel. Ik denk dat Van Gaal door, die ging ook om met moeilijke jongens. Hè, en zo. Ja. Dat toch helpt om later met Zlatan om te gaan. Nou ja, ik kan je verzekeren, ik heb ook de Bijbel gedaan. Kijk. Na de school van journalistiek. Kijk, echt waar? Jazeker. Maar wat ik dacht, ja, moet ik kinderen met leerproblemen en psychiatrische problemen... Nou, dat is een goede opmaat naar de wereld van het voetbal. Volgens mij een grappig moment. Dat weet ik, maar ik had al liever dat je had gezegd naar de wereld van de tv. Nee, eerst maar het voetbal. Oh, eerst het voetbal. Ja. Toen ik met mijn vader naar het stadion ging, toen DOS nog bestond en zo, waren daar voetballers... Willem van Aardigen komt in jouw boek, die zat in het dakbedekkerswezen en die was schoorsteenveger. En die jongens gingen met een kruiwagen naar de training. En ze hadden niet eens trainingspakken, ze hadden nauwelijks voetbalschoen. En het plezier bij het publiek was er niet minder om. Ik heb dat zien groeien en ik vind het nu eigenlijk onbegrijpelijk. De bedragen die worden betaald, de gekte die er omheen hangt. En als je midden in die wereld zit, hoe kijk je daar dan naar? Ik zit wel opeens aan Djokovic te denken. Hoeveel verdient hij per jaar? Hè? Ja. Er zit natuurlijk wel wat in als mensen zeggen de marktwerking. Mm-hmm. Blijkbaar worden, nou is Messi, Ronaldo, dat is natuurlijk buiten categorie, dat is inderdaad niet normaal. Nee. Nou, vandaag is bekend geworden dat Orkun Kutcu dus voor 35 miljoen van Feyenoord naar Benfica gaat. Hoeveel zou die jongen gaan verdienen? 2, 3 miljoen per jaar? 10% denk ik. Krijgt wat meer. Ja, die jongen heeft er wel hard voor moeten werken, maar dat moeten wij allemaal. Hij heeft het geluk dat hij goed kan voetballen, de juiste mensen ontmoet. Ja, ik proef geen afgunst of zo. En Benfica kan dat dan blijkbaar betalen en gaat daar zelfs nog op verdienen. Ja, ik zal je vertellen dat wij dus als schoolkinderen gingen we naar Zeist, in Nederlands Elftal, WK 74. Ja. En die kwamen ze allemaal voorbij. Leeskens, Johnny Rep, Arie Haan, Rijsbergen. Maar als Cruijff kwam, want daar hadden wij instructie gekregen, dan gingen we dus niet vragen om een handtekening, want zijn schoonvader Cor Koster had bepaald dat we dan 2,50 moesten betalen. Het is toch niet te geloven? Nee, ja. Nou, dan wordt gezegd, Cruijff was de eerste, die zei voetballers, dat vertegenwoordigt geld. Ja. Ja, dat zei zijn schoonvader dan. Ja, dat zijn zijn schoonvader Cor Koster, ja, klopt. Ja. Maar goed, jij verkeert in die wereld. Nou heb ik dat boek van je gelezen, hartstikke leuk. Ja, dat vind ik leuk. Ja, maar ik heb wel een paar vragen. Ja, nee joh, daar zitten we hier voor. Ben je van plan om mee te stoppen? Met het werk. Je hebt echt met iedereen ruzie. Nee, niet met iedereen. Van Gaal. Had met Van Gaal ruzie, ja. Hoe zat het ook alweer? Je had gezegd dat hij zou opstappen bij AZ. Werd maar geïnformeerd in Alkmaar. 10 seconden voordat ik op tv moest. Het is zeker, het klopt. Van Gaal verlaat AZ. Ja. Dus Dione de Graaf die zegt, we gaan naar Joep Schreuder. Joep, het is dus zover. Dus toen moest ik iets zeggen waarvan ik eigenlijk twijfel. Ik zeg, ja, maar het is zover, Louis van Gaal geniet niet meer het vertrouwen. En ik weet nog dat men dan een bandje instartte, een overzicht van zijn carrière bij AZ. En ik kijk omhoog naar het stadion en achter glas, daar staat Louis van Gaal zo te doen. Toen dacht ik al, ik ga hier helemaal nat. Dit is niet goed. Nee. Dus daar was hij wel boos over. Dat begrijp ik. Ah ja. Oké. Maar ja, ik heb Van Gaal gezien in Zomergasten. Jullie ook? Ja. Zomergasten TV Pro.
Binnen 5 seconden had hij ruzie met de presentatrice. Want het ging namelijk zo. Meneer Vergaal was 2 keer naar de bioscoop geweest. 1 keer naar Titanic. Toen was hij in slaap gevallen. De 2e keer had hij het over Guns of Never Water met Ellen Guinness. En toen zei hij tegen de presentatrice, Janine. Maar die ken jij natuurlijk niet. Zij schrikt achteruit. Had ze natuurlijk al moeten doen. Feiten. Van nou, dit zit zelfs in Star Wars. Weet u dat wel, meneer Vergaal? Maar het lijkt me een verschrikkelijk man. Klopt dat? Ja. Maar weet je wat, ja, daar heb ik de laatste weken ook veel over nagedacht. Ja, ja. Je had het net over de PABO, hè? Ja. En over dat ik 10 jaar lang met kinderen werkte, die dat was echt heel verdrietig en heel heftig. Ja. Dus ik ben een laadbloeier. En als je een laadbloeier bent, dan heb je, oh, ik wil ermee zeggen, als je nu 26 jaar bent en je komt bij Studio Sport op de 4e verdieping, ja, en je moet Van Gaal spreken. Of Gert-Jan van Beek. Ja. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat niet makkelijk is. Nee. Maar als je wat ouder bent, dan heb je wat meer. Ja, jongens, weet je wel, dan relativeer je dat wel een beetje meer. Ja. Ja. Ik maak me daar eerlijk gezegd gelukkig maar. Ik maak me soms best wel druk op. Ja, maar niet over Van Gaal of over ruzies of over. Jongens, het is maar voetbal, het is maar tv, het is mooi weer, het is juni, kom op. Ja. Leuk boek, klaar. Ja. Weet je niet? Ja, nou ja. Een beetje gezond zijn. Kijk, je onderstreept meermalen dat je dus geen journalistieke opleiding hebt. Waarom doe je dat eigenlijk? Nou nee, ja. Nou, omdat ik in een hele journalistieke organisatie zit. Dat is de 4e verdieping, hè? Je hebt in Hilversum heb je het Mediapark, met bijvoorbeeld de Mart Smeetsweg of de Sonja Barendlaan. Ja. Of de Willy Dobbenplatsoen. Willy Dobbenplatsoen heb je ook. Joost den Draaier Rotonde. Het is waar. Hetty Blokweg. Ik wist niet wie Hetty Blok was. Ja, zuster, nee, zuster. Oh, ja, zuster, nee, zuster. Ja. Oh, hey. Sorry. Corrie Vee. En je hebt dan in een groot NOS-gebouw heb je de 3e verdieping. Daar zit het journaal. En de 4e verdieping zit dan en het jeugdjournaal. 4e zit dan de NOS Sport. Ja. Ik had natuurlijk in het boek ook altijd kunnen zeggen. De redactie belt mij op of ik naar Feyenoord kan. Maar ik dacht, ach, de 4e verdieping is een soort running gag. John Le Carré. Wat bedoel je daarmee? Nou, die heeft het ook altijd over de organisatie. Oh ja. Het heeft een beetje spionage element. Ja. Maar goed, ik zit dus in een hele journalistieke organisatie. En ik ben dan blijkbaar journalist. Ja. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja. Ik wil gewoon weten hoe het zit. Dat is goed. Waarom gaat Kutje naar Feyenoord? Ja. Waarom is Van Nistelrooy weg bij PSV? Waarom doet die Arne Slot het zo goed? Maar je hebt het al. Dus ik weet niet of dat. Je neemt een positie in van de buitendienst. Ik ben buiten. Ik ben weinig op die 4e verdieping. Ik doe veel, zeg maar, zelf. Ja. Ja. En dan bellen ze met iets onmogelijks. Ja, maar het is zo, bijvoorbeeld, is misschien een leuk verhaal. Frenkie de Jong heeft een zaakwaarnemer. Die komt uit Breda. Die scootert daar een beetje rond. In Barcelona? Of in Breda? Nee, in Breda. Oh, ja. En dat is Ali. En met Ali heb ik een goed contact. En dan denk ik, nou, het is nou weer eens tijd om Frenkie te horen. En dan ritsel en regel ik het en dan moet er met de club gesproken worden en dan lukt het mijzelf om Frenkie de Jong dan te spreken. Nou, daar is dan de 4e verdieping natuurlijk blij mee. Ja, dat is een tijd dat je gewoon voetballers kon bellen, hè? Zelf. Ja, nee, het is natuurlijk allemaal heel, heel anders geworden, ja. Maar... Het is niet leuk, hoor. Nee, je kunt zeggen het is allemaal niet leuk, maar ik heb echt een enorme... Bewondering vind ik een groot woord, maar misschien kennen jullie die namen als Martijn Krabbedam, de jongen van de Voetbal International. Mike Verwij van de Telegraaf. Ik ken die jongens allemaal niet eens zo goed, maar dat zijn jongens ook. Ja, clubwatchers, hè. Er altijd maar zijn, hè. Ook op maandagochtend, hè. Als het regent. Ook achter de parkeerplaats wachten. Bij naar nieuwjaarsrecepties gaan. Omdat er vaak wordt gezegd, het is zo moeilijk allemaal tegenwoordig. Je krijgt niemand meer te spreken. Ja, dat... Dan komt er iets los in mij, Rob. Dan denk ik, ja, dan moet je een nieuwe uitdaging, kom op, dat is een uitdaging. Toch voor zorgen. En dat lukt die jongens toch altijd weer om mooie gesprekken. Mikos Gauka heeft altijd wel weer een verhaal in het AD. En dat is misschien hier in Utrecht met René van den Berg, zo weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar je moet, kom op, ja, vroeger was het anders. Ja. Nou ja, het klopt wel, want als je de beelden ziet van rennende reporters op het Binnenhof, als Rutte een quoteje, of in de filmwereld waar ik veel over schrijf, heb je een persconferentie, kun je eigenlijk ook niks vragen. Terwijl dat was een tijd dat je gewoon kon aanbellen.
bij voetballers, bij schrijvers, bij filmmakers. En wat er dan nu gebeurt, hè, dus bijvoorbeeld je hebt toch een hele leuke collega, Xander van der Wulp. Dus die is ook bij die persconferenties, maar dan staat hij dus in het NOS-journaal. We gaan naar Xander. Wat is nou precies die pensioenstelsel? En als hij dan duidt, nou oké, hij legt dan in 40 seconden toch goed uit wat dat pensioenstelsel, hoe ingewikkeld dat is, voor ons betekent. De vraag is alleen dan, vind je dat Xander van der Wulp dan ook zijn mening daarover mag geven? Mag je dan ook zeggen, het is een klote pensioenstelsel? Nou, dat kun je ook verpakken. Dat kun je verpakken, maar is een journalist er om zijn mening te geven of om uit te leggen? Als hij dat zo moet duiden, krijgt hij een vraag in de studio en dan geeft hij een impulsantwoord. Ja, dan zegt hij bijvoorbeeld, het pensioenstelsel zal nog niet door de Eerste Kamer precies, zijn, dit en dit. Of dat hangt door. Maar ik vind dus zelf wel dat wij ook in de voetbaljournalistiek erg moeten opletten. Dat wij wel moeten uitleggen, wat betekent dat als er een glas bier op het veld gegooid wordt? Ja. Waarom wordt er 100 miljoen door Miami betaald aan Messi? Maar ik vind niet dat wij te veel onze mening moeten geven. Okay. Want die zitten allemaal aan die tafels, toch? Maar wat vind jij daarvan? Maar misschien zie ik dat wel fout. Ik ben een schrijversjournalist, dat is iets heel anders, echt. Dan doe je afwegingen en dan... Maar er horen toch geen meningsjournalisten te zijn, of wel? Nou ja, niets is neutraal. Als ik schrijf is het ook niet neutraal. Zal ik nog een voorbeeld geven? Toen Mark Rutte een jaar of 2-3 geleden een persconferentie had op een donderdagavond, 7 uur, met Hugo de Jonge, weten we nog wel? Ja. En toen was hij op een avond heel serieus. Had ook een pak aan. Ja. Daarna is er dan een programma, daar zaten vooraanstaande journalisten. En er werd gevraagd, god, wat voor indruk maakt Mark Rutte? En toen werd er gezegd, ja, je kunt zien hè, dat Mark ons voorbereidt op een lockdown. Hè. Hij heeft zijn woorden zijn gedragen, hij is serieus. Wat bleek nou? Dat diezelfde avond Mark Rutte's moeder was overleden, 2 dagen daarvoor. Ik heb daar moeite mee. En het gaat mij niet zozeer echt niet om een hele fijne journalist. Ik wil alleen maar zeggen, ik vind dat wij wel wat zorgvuldig moeten zijn met onze mening overal over geven. Maar misschien, ik hoor dat graag, zien jullie dat wel anders. Misschien heb ik er wel een verkeerd beeld over op, maar ik vind dit wel een schrijnend geval. Nee. Maar nu, in je boek, je hebt dus echt... Mart Smeets en jij zijn geen gelukkige combi, klopt dat? In de beste huwelijken komt wel eens ruzie voor. Nee. Ik heb mij ook opgewonden over de Tour de France en embedded journalism. En al die toestanden met Lance Armstrong. En als ik de journalist Mart Smeets was geweest op dat moment en alles kwam naar boven, zou ik dus wel echt een probleem daarmee hebben voor mezelf. Van ja, dan heb je dus al die jaren. Wat heb je dan voor verslag gedaan, want de laatste 7 keer Tour gewonnen, wereldkampioen, was de held. Van Mart Smeets op audiëntie in Dallas, Texas. Hè? Ja. En dan kregen we weer de UTV. En ja, dat bleek dus altijd. Het is natuurlijk zijn, wel een fenomeen, hè, Mart. Hij kan dingen heel erg goed. Ja. En het is echt iemand waar ik heel graag van had willen leren. Maar dat is nooit gebeurd. Behalve dan dat hij wat in de media dan dingen over mij zegt. Niet de meest aardig. Nee. Ik zou ontzettend leuk vinden. Ik zou het zo stoer vinden als Mark nou nog 1 boek zou schrijven. Waarin hij dat nog eens uit de doeken doet. Hè? En dat hij ook... Wat uit de doeken? Nou, over dat bijvoorbeeld die Lance Armstrong. Ja, die dus de boel besodemieterd heeft. Ja. Want natuurlijk worden wij besodemieterd. Dus het is geen kritiek op Mark, maar... Hoe kijkt je daar nu op terug? Had je het anders moeten doen? Dat soort zaken. Ja. Nou, er is wel eens naar gevraagd en zeiden, ja, dan kom ik bij je op zoetemelk binnen. Die hing ook aan het infuus, maar ja, dat was de Nederlandse held. Ergens in Marseille was het vlak voor een tijdrit, geloof ik. En wat schrijf je erop of schrijf je niet? Bericht je erover in de pers of niet? Wat zou jij doen? Dan kom je op zoetemelk, ligt op een bed. Onze held en die aan het infuus. Ja. Wat ga jij doen? Nou, ik heb net verteld over Nouri. Ja. Maar ik heb natuurlijk meer bij Nouri gezien. Maar ik kan natuurlijk niet alles van Abdallah Nouri gaan zeggen.
Nee. Hoe die erbij ligt. Nee, nee. Dus er is natuurlijk wel een mate van verantwoordelijkheid, hè, als journalist, want je wel en niet... Maar goed, we weten allemaal, het, ja, de wielerjournalistiek nu is volgens mij sowieso veel gezonder en beter dan in 10 jaar geleden. Ja, toen, ja, dat is gewoon zo. Ja. Want jij ging op bezoek bij Rasmussen, las ik. Ja. En je werd ook ontvangen, het duurde even. Toen moest ik wachten in de garage. Staat ook in een boekenverhaal. Ja. De vrouw van Rasmussen die zei, wacht hier maar even. Die was aan het joggen, toch? Die was aan het joggen. Met 300 dan. Met 300, want we konden het huis niet vinden. Ja, dan ben ik wel brutaal om in een... Hoezo, we konden het huis niet vinden? Nee, het was een huis in Lazize, dat is in het Gardameer. Ja. Maar we hadden het nummer niet of zo en het was doodstil. Maar er kwam een blonde vrouw met 300, die was aan het joggen. Dat kan niet anders dan dat de vrouw van Rasmussen was. Dus die zijn we gaan volgen, achter de auto. En zo kwamen we, en toen vroeg ik van, bent u de vrouw van Rasmussen? Zo ging dat dan. Ja. En toen moesten we wachten en daar zag ik een hele grote vriezer. Ja, wat zat daarin? Nou, geen raketijsjes, staat in de deur. Ja. Ja. Nee, maar hij heeft je ontvangen, toch? Zeker. En daarna was het een fijn gesprek. Dus, ja. Want hij hoopt op vergeving, was ik. Ja. Ja, ik vind dat wel mooi. Ik las vandaag een interview met Virgil van Dijk in het Algemeen Dagblad met Sjoerd Moesel. Waarin Virgil van Dijk zegt, ik heb dit jaar best wel getwijfeld wie ik ben. Ik dacht dat ik een hele goede voetballer was, maar dit jaar was hij niet zo goed, hè? Zomaar zeggen. Mm-hmm. En dat hij zegt toch ook dat hij daar met, nou niet direct, maar hij praat natuurlijk met mental coaches. Hoe komt het nou? Ik twijfel over mezelf. Ja, ik vind dat stoer. Een jongen als Virgil van Dijk gewoon zegt, of Rasmussen die zegt, geef toch gewoon toe als je iets fout hebt gedaan. Dat doen we toch allemaal. Ze hebben tegenwoordig wel heel veel mental coaches en swings. Ja, maar het is wel zo, Rob, dat natuurlijk de tijd nu ook wel... Nou, voor Kutjoe bijvoorbeeld niet, maar het is voor sommige jonge jongens van 22... altijd maar in de belangstelling staan, de druk die er is. Ik heb geen medelijden, maar ik snap het wel een beetje. Ja, maar nu over al die druk, hè. Er zijn hoeveel voetbalzenders? We hebben ESPN, we hebben Studio Sport, we hebben concurrentie, Sportjournaal, moeten allemaal vol. Dan krijg je dit soort toestanden natuurlijk, moet allemaal vol. Talkshows, iedere avond, dat is toch gekke werk eigenlijk. Maar dat is wel een verschil hoor, vind ik. Je hebt dus, laten we zeggen, de Johan Derksen TV. Ja. ESPN is veel van de clubs, er wordt veel gepraat over voetbal, er is blijkbaar een markt voor. Ja. Kijk jij veel? Nee, nee. Kijken jullie veel? Misschien is dat wel leuk, hè? Als je nou, ik voer dat van de week in Nijmegen. Stel nou dat vanavond om 8:50 bekend wordt wie de nieuwe Ajax-trainer wordt. Waar ziet u dat dan als eerste? Mag ik dat aan jou vragen? Zie je dat dan? Ja, nou ja. Waar zie jij als eerste nieuwe trainer aan? Als de televisie om 8:00 het journaal. 8:00 journaal misschien, maar kijk je teletext? Ja. Kijk je wat veel hoort, VI.nl? Is dat iets? Ja, daar kijk ik wel eens op, ja. Ja. Maar ik ben een beetje van de oude stempel. Jij bent van de NOS-man. Jij bent een echte NOS-man. Nou, dan weet je ook. Ja, ja. Via de app bijvoorbeeld van de NOS, ja. Ja, die heb ik ook. Ajax.nl. Ja, dat soort dingen, ja. Twitter. Wat zeg je? Twitter, ja. Dus het is toch interessant om te weten waar podcasten worden die ook. Er wordt ontzettend veel over voetbal gesproken, maar bij de NOS is van alles natuurlijk ook aan de hand. Maar we proberen toch steeds de hoofdpersoon uit het nieuws, Van Nistelrooy Heitinga, die moeten we vooral aan het woord laten. Is het echt een bubbel, Studio Sport? Nee, de tv-wereld is een bubbel. Het Mediapark is een bubbel. Daarom vind ik bijvoorbeeld ook RTV Utrecht zo belangrijk. Of Omroep Brabant TV. Of TV Gelderland. Want? Dichter op het nieuws. Herkenbaarder. De voorstraat waar ik net doorheen loop. De busbaan. Willen weten hoe het zit. Buiten zijn. Ik vraag me soms wel eens af of de mensen in Goes geïnteresseerd zijn in het gebabbel op tv in Hilversum. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ik denk dat de kloof tussen Ermelo, Goes, Ter Apel en Hilversum een beetje uit de hand aan het lopen is. Oh, er zit iemand te lachen. Ja. Zit u mee te luisteren? Ja, ik luister. Nee, maar niet meer. Oh, u vindt dat ook?
Nou, in het algemeen maak ik een beetje zorgen over de kloof, hoor. Ja. Bijvoorbeeld dat Trump wordt gekozen, of Brexit, of de Zwarte Piet discussie, dat men in Hilversum soms nog wel eens verbaasd is. Wat gebeurt er in Nederland? En daarom is het zo naar mijn idee ontzettend belangrijk dat je bovenop het nieuws zit. Dus er bent in Utrecht, in Zuilen, in Rotterdam Ommoord, en dus dat je ter plekke bent. Ja. Ja, ik kijk net naar je titel. Ja. Neem nog even wat water. Mag maar. Hoor. Hebben jullie vragen? Dit is wel leuk. Ja, ik heb wel een vraag. Vertel. Doe maar. Bepaal jij zelf naar welke wedstrijd je gaat? Soms? Nee, ik kan niet. Soms wel, maar vaak niet. Morgen is het de finale van de play-offs, Twente-Sparta. Ja. Ja. En dan blijkt dat we om 2:30 met de uitzending beginnen. En dan willen ze om 2:00 naar het Dauphiné Libre criterium. Dus dan zegt ze, Joep, zou jij bij Twente tussen 2:30 en 2:50 wat kunnen doen? Dat is wel een probleem, want de trainers die willen altijd pas 1:30 voor aanvang van de wedstrijd geïnterviewd worden. Maar nu hebben we geregeld dat zowel Jans als Stijn toch om 2:30 bij me zijn. Wat moet ik nou morgen aan Jans vragen, vind je? Ik vind morgen wel een wedstrijd voor Ron Jans. Dat is de laatste wedstrijd. Ja, de laatste wedstrijd voor Twente. Hij doet het daar heel erg goed. Ja. Misschien moet ik hem wel vragen van, ben je teleurgesteld dat Peter Bos de nieuwe trainer van PSV wordt en jij niet? Kan ik wel een beetje raden wat hij zegt. Maar dus, terug naar even, ik kan niet altijd bepalen wat ik, soms wel, soms niet. En wie geeft jou daar opdracht voor? Nou ja, je hebt dus die vierde verdieping. Je hebt de bazen, ja. En dan heb je ook bij ons weekchefs. Oh. En een weekchef die is de hele week aan het bellen en dit en dat. Want, er is hockeyfinale, er is dus de criterium, de Dauphiné Libre. Ja. Er is ook een handbalonderwerp, wat doen we met Kutjoe, gaat dat lukken of niet? In welke uitzending komt dat dan? Hoe doen we het met Sportjournaal? Bert Maaltijk is naar Dumfries en de Vrij geweest, afgelopen maandag al. Maar dat zenden we niet maandag uit, dat zenden we gisteren en vandaag uit, omdat vanavond de Champions League finale met Inter is, snap je? Dus zo zijn die mensen in Hilversum natuurlijk ook geweldig goed bezig om te kijken wat, hoe enzovoort. Daarnaast heb je bijvoorbeeld ook een groepje dat bezig is met de Tour de France. Ja. Van over 3 weken begint dat of zo, denk ik. Ja, ja, ja. Of de Nations League, hè? Dus dat is bepaald. We gaan Nederland-Kroatië uitzenden op woensdag, maar dan ben ik bij Spanje-Italië op woensdag. Ja. Want de dag erop in Enschede is het dan Spanje-Italië. Ja. En als Nederland de finale niet haalt, dan moet ik de finale doen. Als we hem wel halen, dan doet Jeroen Stekelenburg of Arno Vermeulen. Nou ja, ben je toch een beetje tweede keus? Ik ben een beetje, ja. Ik ben wel een soort Joop Zoetemelk. Dat begrijp ik. Maar toen ging je ook in een golfwedstrijd. Ja. Dat is ook wel een verhaaltje. Nou ja, ik ben in dat voetbal een beetje, ja. Daar kwam ik met mijn auto aan bij de KLM Open. Op de Hilversumse, nee, in Noordwijk. Noordwijk. In de duinen, ja. In de duinen, ja. Ja, je hebt dan natuurlijk de parkeerplaatsen, maar alle auto's waren nogal groot. Poenig, ja. Ja, het zijn uw woorden. Ja, dat begrijp ik. Dus mijn auto staat daar dan ook. En aan het eind van de dag waren al die auto's allemaal schoongewassen door vrijwilligers. Ja, behalve de mijne. Dat was te klein. En een balletje? En een balletje dat overal. Ja, en soms als iemand hoest, ja. Ik vind dat toch ook wel apart, ook bij tennissen. Ik ben al met deel 2 bezig. Misschien is even... Deel 2? Maar dat tennissers. Wacht even, deel 2? Ja, en ik heb een hoofdstuk en dat mag wel gezegd worden. Er zit hier iemand in de zaal die dat zeker gaat lezen en dan zegt, joh, dat gaat te ver of niet te ver. Maar ik was vroeger, toen ik 8 was, ging ik banen vegen. En dan kreeg ik dan een split, ijsje voor. Maar dan had je in Breda de nummer 1 van de plaatsingslijst. Nou, ik ben er echt vreselijk van geschrokken. Wat kunnen die tennissers, zeg maar, gewoon kankeren, mopperen? Het is nooit goed. De bal is niet goed, de net is niet goed, de lijnen zijn niet goed, het was niet goed gesproeid. Ik vind echt tennis een akelige sport. Het is echt Robin Haas. Hoe vaak is hij nou al niet boos op zichzelf? Dus er wordt wel eens gezegd, voetballers, weet je wel, het is ook zo. Hè? Veel theater, schwalbes en zo. Maar tennissers vind ik. Ik vind individuele sporters soms ook. En golfers? Nou ja, die hebben dat ook, hè. Dus dan. Ja. Dan heb je ook bordjes, hè? Stilte. Ja. Bowling wel eens gedaan ook? Nee, bowling heb ik niet gedaan. Dan wacht nou even, deel 2. Nou, gewoon, ja, er valt nog veel te vertellen.
Ja. Vind je leuk om te schrijven? Overhoort in Hilversum. Ja, ik vind het wel. Heb je dat en eerder ook gedaan? Wat zeg je? Eerder geschreven. Hè? Ja, ik heb dingen al eerder altijd. En nu had ik een vorm om het leuk op te schrijven. Oh, ja. En dus ter plekke, het zou ook ter plekke deel 2 zijn. Oh, ja. Het gaat dan, eerlijk gezegd, dat verhaal net over Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ja. Ja, dat beschrijf ik dan ook wel. Ja. Maar ook Peter Bos, waarbij ik van Barcelona naar Lyon rijd met mijn cameraman. We interviewen Peter Bos bij Olympique Lyon. We willen snel dan van Lyon naar Nederland. Maar na anderhalf uur komen we erachter, waar is eigenlijk het bandje, het materiaal? Oké. Klassiek. Klassiek, ja. Mijn cameraman had het op de autodak laten liggen. Oh, ja. Dat is nog klassieker. Toen zijn we anderhalf uur teruggereden en toen hebben we ook de hele terugweg, vooral het laatste stukje langs de vluchtstrook gekeken of daar dat schijfje lag. Ik Peter Bos bellen, die snapte het niet. Je hebt mij toch geïnterviewd? Ja, maar ja, bandjes weg. Enfin, hij ging trainen, ging niet meer door. Maar gewoon ook dat soort leuke verhalen. Ja, leuk. Nou ja, misschien niet leuk. Maar in ieder geval de verhalen die je daarmee maakt. Frenkie, Barcelona, Koeman. Heb jij wel met een beetje gewoon, want je hebt natuurlijk literatuur. Dit is geen literatuur, maar heb je wel een beetje, heb je een glimlach gehad af en toe? Nou, ik was een beetje bezorgd eigenlijk dat dit je afscheidster zou worden, want ik vind het een beetje negatief. Jij vindt het negatief? Ja. Ik vind Dick Advocaat wordt nog wel lief neergezet, maar dan heb je bijvoorbeeld een verhaal over dat je dan Guus Hiddink interviewt. Hè? Ja. En dan ga je lunchen, dan is de rekening 300 en dan moet jij dat betalen. Maar ja, dat is normaal als ik iemand interview, ik ben de biograaf van Paul Verhoeven. Hè? Ik heb interviews gemaakt met iedereen met wie hij gewerkt. Ik ben met Sharon Stone thuis geweest, Schwarzenegger, maar ook in Nederland, Chris van Hout, Tom Hofman, allemaal. Hè. Als ik die mensen ga interviewen en we gaan lunchen, dan betaal ik dat. Dat is eigenlijk de code. Dus ik begrijp dan niet de ergernis van een stukje over dat. Nee, maar daar stond geen ergernis in. Het stond gewoon puur als feit. Maar dat is normaal, toch? Op zich is het normaal dat in dit geval was het zo dat Guus zelf zei van zullen we gaan lunchen met zijn vriendin. Maar goed, ik wil als NPO best betalen, maar daar zit geen. In dat geval, dan heb je misschien ook meer voorbeelden waarvan je vindt dat het negatief is, want in dit geval was het meer bij wijze van spreken grappig dat je gaat lunchen voor nou, 344 euro, vind ik wel best wel veel voor een lunch. Maar in theorie is het gebruikelijk dat dan de interviewer zeker. Dat zijn helemaal met jou eens. Ja, ik heb een jeugdheld, dat is Willem van Hanegem. Ja. En er staat dus een stukje, denk je, ja, hallo. Die man was natuurlijk ook bij Utrecht, dat hij dan door Utrecht gaat. Ja. Daar heb ik wat over. Ja, wat is daar negatief? Nou ja, ik heb hem ook een paar keer geïnterviewd. Ik heb een paar boekjes ook over voetbal gemaakt. Fijne man. Super vent. Superleuke man. Echt heel bijzonder. Ja, heel bijzondere man. Ja, maar misschien niet helemaal handig met emoties. Nee. Dat klopt. Ja. Dat klopt, dat maakt hem ook. Hij is authentiek, oprecht. Ja. Ja. Maar in het boek komt hij er nou niet zo lekker uit. Nou, ben ik niet helemaal met jou eens. Nou ja, we kunnen het straks even lezen. Ja, we kunnen het allemaal lezen. Ja. Hij was een keer boos en hij had zijn 70ste verjaardag. En dat beschrijf ik toch ook. Ja. En toen had ik een lang interview met hem. Hij was bij Harry Mens. Ik zou hem daarna interviewen. En ik had allemaal mooie fragmenten, maar ook fragmenten die minder mooi waren. En daar was hij teleurgesteld, want hij had gehoopt op alleen maar mooie fragmenten. Dus daar heb ik ook gezegd. Achteraf van, dat had ik beter niet kunnen doen. Dus ik heb heel veel bewondering voor, ongelooflijk voor Willem van Hanegem, die altijd zichzelf is gebleven. Ja. Op houtrak, weet je wel. Ik weet niet of je hem daar hebt wel eens gezien op de golf. Fantastische man. Nee, ik had een boekje dat heet Oorlog in de 16. Ja. Dat heb ik gepresenteerd bij Joop van Maurik in zijn café. Ja. En toen had ik dus een e-mail gestuurd naar meneer van Hanegem. En hij zei, nou, die komt nooit. Ja. En dan stond hij daar in de schaduw en toen zei hij, nou wat leuk meneer Van Hanegem, dat ik helemaal niet verwacht. Toen sprak hij een onvergetelijke woorden op zijn Utrecht. Als het niet belt, dan kom ik. Het is normaal. Nou ja, dat is het eigenlijk. En dat was hij gewoon. Ja. Toen gingen we samen met Joop van Bouw, gingen ze uitleggen hoe ze mandekken in de jaren 70 deden. Met armen en vertraagd en alles. Nou, dat lijkt maar ook hard, hè? Keihard. Dus er was geen camera, hè? Nee, dat is het, hè? Want er wordt nu gezegd dat het voetbal zo hard is geworden, maar ik kan me nog voorstellen, als kind van 12, Nederland-Argentinië in 1978. Dus ik weet niet of het me afscheid. Ik zie het zelf niet als een soort afscheid, hoor. Ja, ik hoop het voor je. Ik hoop het ook. Het was een vraag. Ja, daar is een vraag achter. Ik kom door maar in binnenval en ik kom wat verhalen met hem gesproken.
ik ben nog iets ouder dan jij, dus ik heb overzien van als hij voetballen als pleidooi. Overzien van? Ja, ja, ja. En ook Van Hanegem. Ja. Die ik trouwens niet zo aangedaan, want ik denk van, weet je, Van Hanegem, op het moment dat je op zijn ziel gaat staan, dan is dat iedereen wel zoals op zijn ziel gaat staan. Maar Willem Van Hanegem kan het ook behoren, maar kort af. Het is geen gemakkelijke man. Nee, helemaal niet. Ook niet met afspraken en dat soort dingen. Maar ja, als ze niet belt, dan komt hij. Wat ik eigenlijk nog een belangrijke vraag heb, dat ging over, het gaat over de muziek, gaat over voetballen, wat ik ontzettend gevoelig van jaar. Ik kijk bijna geen voetballen. Ja, oh. Wat is je vraag? Het opportunisme wat er in de voetbalwereld leert. Maar ik denk soms ook wel eens, ik mis ook in de journalistiek een Theo Rijtsma, een soort saaie, beschaafde man die op een neutrale wijze de slag moet van sport en niet meefigureert met allerlei Rosanna en de Kuiper volgens van Eerweer zijn afgebroken. En soms vraag ik me af als jij als journalist daar zit, dat je denkt, ik ga daar iets van zeggen van dat opportunisme. Ik was bij Feyenoord bij het kampioenschap, hè, een uur lang. En dan zie ik allemaal gekke dingen om me heen. Mensen huilen, dat. Wij zijn NOS, hè. Dus ik vind het wel mijn taak om reëel te blijven. Ik kan natuurlijk wel enigszins meegaan in euforie, maar natuurlijk niet te veel. Ik ben geen ESPN. Dus ik vind het ook mijn taak om daar niet in mee te gaan. Een beetje afstand te houden. Ja. Ik begrijp je, misschien een heel leuk voorbeeld even, dat ik was bij Real Madrid Ajax een aantal jaar geleden. Het was 1-4. Het kwam ook omdat Real Madrid op dat moment in een crisis zat. Er waren er journalisten op de tribune die aan het juichen waren. Was natuurlijk ook een prachtige avond. Schöne, Frenkie de Jong, Ten Hag 1-4. Maar we moeten wel een beetje genuanceerd blijven. Dus de Theo Rijtsma manier. Ik begrijp uw woorden heel erg goed. Ja. Ja, ik kan er ook niks aan doen dat blijkbaar opportunisme scoort. Het is natuurlijk de waarde van de dag. De media is heel snel geworden. Ja. Ja, maar de media bestaan niet. Hè? Nee, sorry, dat is maar wij als NOS, vind ik, en wat dat betreft ben ik een echte NOS'er, horen vooral te signaleren een damdoorbraak in de Oekraïne niet meteen als ongelooflijk te beschouwen. Wat zijn hier de feiten? Dat horen wij toch te blijven doen in alle opzichten. Ja, en dat als Femke Bol een wereldrecord loopt, nou ja, dan mag een natuurlijke journalist wel, enthousiast, hè? Zeker bij, dat is een wereldprestatie, noem maar wat. Ja. Iedere dag hoor ik nog Herman Kuiper bij de WK-finale 1974 zeggen, zijn we dan toch ingetuind? Ja, precies. Ook namens de NOS, hè? Dat was ook namens, maar dat vond ik geen opportunist. Nee. Vond ik wel mooi. Wat een gentleman. Ja, zeker. Zijn er nog meer vragen? Ik vind het wel leuk, hoor. Ja, ik heb nog wel een vraag, mag ik zeggen. Doe maar, hoor. Ik luister heel vaak naar NOS Langs de Lijn. Radio, ja. Ja, nou, prachtig programma. Ja. En dan hoor ik soms ook jou wel eens. Dan denk ik, er zit een verslaggever bij die wedstrijd. Ja. Maar die doet dan niet het interview en dan doet jij dat. Ja, soms doe ik het interview. Dat heeft een paar redenen. Soms is een wedstrijd pas om 6:45 afgelopen. Of 6:50. En dan kan ik me goed focussen. Want het moet om 6:55 op tv. En ik kan dan wat meer regelen in de catacombe dat Arne Slot snel naar mij komt, of Jan Baks, waardoor. Dus bij wat grotere wedstrijden doe ik dan de interviews, zodat de commentator zich alleen maar op de wedstrijd hoeft te. Bovendien spreek ik Spaans, dat helpt ook wel. Ja, maar tegen toch in Barcelona eigenlijk, waar je platzak rond ligt? Dat was de verliefdheid destijds. En dat helpt mij nog steeds, dat Spaans, omdat er steeds meer Jiménez, hè, een Mexicaan, dat is dan toch wel fijn, ja. Het gaat je goed? Ja. Okay. Leuk dat u er even was. Ja. Oké. Okay. We discussiëren dan nog eens. Oké. Okay. Ik heb nog een vraag. Ja? Als jij vragen gaat stellen aan een voetballer of trainer. Ja, als ik vragen stel aan een voetballer, ja. Er staat altijd een persvoorlichter bij. Ja, er staat er soms of vaak iemand of die luistert mee. Ja, moet zij dan de vragen eerst bekijken of moeten ze afwachten wat de speler zegt tegen? Nee, dat kan niet. TV is tv. Dus
Ik dus misschien kan Rob daar ook wat meer over vertellen. Je filmsterren. Wat is precies je vraag? Nou, mijn vraag is, jij gaat met de microfoon naar het voetballen. Ja. En je gaat een vraag stellen. Ja, ik stel. Maar die persvoorlichter vindt het niet leuk. Nee. Hij kan niet ingrijpen. Kan niet ingrijpen. Maar volgende keer kom jij dan niet meer in de mix. Zo. Klopt dat? Ook niet helemaal. Maar ik, kijk, Dennis de Kloeze heb ik geïnterviewd vorige week, directeur van Feyenoord. Daar zit er ook iemand mee te luisteren. Ja. En het is geven en nemen. Maar bij krantenartikelen is dat soms moeilijker. Ik heb zelf nu wat kranten gesproken en dat corrigeren we dan van als er iets fout in staat of zou je dat niet zo doen. Maar ik denk dat Rob bijvoorbeeld daar veel meer, ik weet niet hoe dat werkt met Sharon Stone of Paul Verhoeven of wat dan ook, maar als je een ster interviewt, dus bij een krantenjournalist wel eens dat je het eerst moet laten lezen, toch? Ja, maar voor een boek is het weer anders, want dan ga je om alles heen. Ja. Dus dan ga je die mensen persoonlijk benaderen, wat veel leuker is. Dan maak ik ook hele gekke dingen mee. Want ik was bij Sharon Stone en liep me een half uur wachten. Die had 4 adoptiefkinderen. Die dachten, hey, leuk bezoek. En toen moesten we Adams Family gaan spelen, bij haar thuis dus. Hè? Dus dan gingen die kinderen, die waren 4, die belden aan. En dan moest ik de deur open doen. Ik was dan Lurch, dat is die grote butler. En dan moest ik zeggen, you rang, en dat dan 12 keer. En daarna een interview doen. Dat gebeurt dus. Persvoorlichters hebben wel steeds meer invloed. Ja. Ook bij de regionale omroep, wat daar ook naar gekeken? Weet ik niet precies. Ik heb wel het idee dat de regionale omroepen en de clubs veel samenwerken. Ja. Dus dat. Ik vraag me af of René van den Berg van Utrecht zou zeggen, want is die Silberbouwer toch een vreselijke trainer? Nee, ze hebben een tafeltje en daar zit Gertje Kruis. Die is ambassadeur van FC Utrecht, dus die zal ook niet de waarheid altijd zeggen. Nee. En daar is de NOS dan natuurlijk ook voor. Hè? Wij moeten wat meer afstand hebben. Ja, maar jullie waren er niet bij toen Frans van Zuimeren de kleedkamer binnenstormde. Dat valt toch van je tegen. Wel een week daarvoor was ik bij Frans van Zuimeren. Maar ik vind dat de regionale omroep is een beetje beter is. Steviger moeten zijn. Ze zijn een beetje bang, denk ik. Ja, TVO's met Twente durven ook niet. Nee. Willen ook graag goede contact houden. Ja, het is allemaal uiteindelijk dealen en heel dealen. Veel mensen erbij horen. Hè? Ja. Nou, ik vond het leuk. Heb je nog iets wat je denkt, nou, dat zijn helemaal vergeten? Heeft u een beetje een beter beeld? Absoluut. Ja. Nou, dan gaan we nu over tot het. Eigenlijke verhaal, dat zou ik signeren, Joep. Ik zal een paar boeken signeren. Leuk. Rob, dankjewel voor het lezen van het boek. Nou ja, dat was niet zo'n probleem hoor, dat was leuk. Oké, gelukkig. Ik vind Joep's het een mooi boek, ik heb het nog niet helemaal uit. Maar, je vindt het een leuk boek. Ja, maar, nee. Lees lekker weg. Achter de schermen had het ook. Achter de schermen. Ter plaatse, mijn broer is journalist bij de NRC, die zei, is ter plaatse niet een betere titel dan ter plekke? Dat is een beetje. Dan moet ik eventjes Thijs aankijken, maar ter plaatse is wat deftiger. Ter plekke is een beetje defensietaal. Ter plekke is iets. Ter plekke is iets. Ja, het leger. Wat vindt u, mevrouw? Had ik het ter plaatse moeten doen of ter plekke? Thijs, je redacteur, is al toch wel. Nou, Thijs vindt ook ter plekke. To the point. Nou, dat doen we. Oké. Okay. Hou het zo. Bedankt. Dankjewel. Oké, nou ja. Dag meneer.